Ik denk dat het heel belangrijk is om zelf op gevoelzaamheid te koken, zeg maar. Maar wil je het overdragen aan mensen, dan moet je het standaardiseren. Dus als je bijvoorbeeld een leerling iets leert, dan moet je het op recept zetten. En zodoende kan je dan jouw gevoel blijven uitdragen, maar dan gestandaardiseerd. Nou, 1 ster is op dit moment wel genoeg. En ja, die winst die, is leuk, hè? Mag, zeker wel. Ik denk dat als je met een huur zit, zeg maar, van 10%, dat al veel is. Dus ja, goed, we zitten in een toeristische sector. Ik denk dat wij sowieso niet moeten vechten met concurrent. En ik denk dat daarin kwaliteit een grote belangrijke rol speelt. Gewoon laten zien wie de beste is. Dan hoef je niet te vechten met de concurrent ook. Heel belangrijk, je moet weten waar je aan toe bent. Personeel. Het zijn toch de mensen waarmee je moet doen. Als je een zaak hebt, zeg maar, van laten we zeggen 50 couvert lunch, 50 couvert diner, nog een apart terras erbij en goed, onze zaak is nog groter dan dat, zeg maar. Dan denk ik dat je de juiste mensen om je heen moet hebben, zeg maar. En een signature dish, ja, dat verandert ook wel een keer, denk ik. Ik wil er vanaf. Geen acties meer. Dat gewoon kwaliteit moet blijken, zeg maar, en daar moeten mensen voor komen. Daar hebben we mensen voor. We bespreken, zeg maar, onze dingen, zeg maar, s'morgens en s'avonds, zeg maar, tijdens een bak koffie of een glasje wijn of een biertje. Gewoon aan de bar.